Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand november 2016. Voordat ik overga op jouw voorspelling van jouw sterrenbeeld, wilde ik eerst nog wat dingetjes vertellen, want er zijn heel veel nieuwtjes wat mijn praktijk betreft, die ook zeker de komende maand november plaats zullen gaan vinden en daar wilde ik je graag heel even van op de hoogte stellen. Allereerst gaat mijn naam veranderen komende maand. Ik ga dus voortaan niet meer verder onder de naam Praktijk Esther van Heerenbeek. Maar het wordt het 12e huis. Astrologie, tarot en numerologie onder één dak. Wil je weten waarom ik onder die naam verder ga en wat het ook wil betekenen? Dan verwijs ik je heel graag naar mijn Facebookpagina, die inmiddels ook het 12e huis heet. En daarin leg ik helemaal uit hoe ik daarbij gekomen ben en waarom ik dus voor die naamswijziging heb gekozen. Komende maand zal ook mijn nieuwe website en webshop online gaan. Dat heet dus ook www.het12dehuis.nl. Daarin zal het heel makkelijk gaan worden om mijn boeken en kalenders te bestellen. Kun je heel makkelijk afspraken maken via een afsprakenstuk in de website. En ja, alles wordt gewoon veel toegankelijker en makkelijker op de nieuwe website. Ik zal alle gegevens daarvan hieronder aan dit filmpje zetten. Dus komende maand kun je die veranderingen verwachten. Wil je op het, ja, van het laatste nieuws op de hoogte blijven, kun je misschien het beste even mijn Facebookpagina Het 12e Huis in de gaten houden. Want daar zet ik precies op wanneer hoe of wat de vernieuwingen plaats gaan vinden. Daarnaast is er nog een ander nieuwtje. Ik sta van 18 tot en met 24 november op de Margriet Winterfestival in de Jaarbeurs in Utrecht. En tijdens die 7 dagen dat ik daar met het 12e huis sta, kun je dagelijks een zestal gratis workshops volgen. Mini-workshops zijn dat. De ene heet Ontdek Astrologie, Ontdek Numerologie en Ontdek Astrologie. En ja, daar kun je dus gratis aan deelnemen. Dat zijn workshops van een half uurtje. Dan kun je met mij kennis maken, met mijn werkwijze kennis maken. Je kunt natuurlijk ook wat meer te weten komen over astrologie, tarot en numerologie. En in mijn stand is het dus ook mogelijk om een gesigneerde boeken of kalenders te krijgen van mij of te kopen. En ik ga er dan ook nog een hele winactie aan hangen. Dus het is zeer zeker de moeite waard als je dat leuk lijkt om naar het Margriet Winterfestival te komen. En ja, dan zou je mij dus kunnen leren kennen en ook meer kunnen leren weten over astrologie, tarot en numerologie. Ook die gegevens en waar je kaarten kunt bestellen zal ik allemaal onderaan dit filmpje zetten. En dan moet dat vanzelf goed komen. En dan hoop ik je daar natuurlijk heel graag terug te zien. Dan was het eigenlijk weer. Heel veel nieuws voor het komende maand wat betreft mijn praktijk. Dan gaan we nu gewoon heel snel over naar de voorspelling voor jou, specifiek voor jouw sterrenbeeld voor november 2016. Hallo vissen, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor de maand november 2016. Allereerst numerologisch bekeken is de maand november een 2-maand. En een 2-maand vraagt eigenlijk altijd de aandacht voor je gevoelens en emoties. Maar ook is het getal van de relaties, dus het vraagt ook vaak aandacht voor je relaties. Niet alleen met de mensen om je heen, je partner, je dierbare, maar ook de relatie met jezelf. En er wordt ook vaak wat geduld en afwachten van je gevraagd in de maand november, in het getal 2. We zitten ook in de maand van de schorpioen. En schorpioen is ook een zusterteken van jou, want het is ook een waterteken, net zoals de vissen. En die gaat altijd heel diepgaand op gevoelens en emoties in. En die is ook niet bang om daar een blik op te werpen. En dat is ook precies de reden waarom ik deze maand heb gekozen voor het Tarot Illuminati deck. Omdat dat een deck is wat ook een hele rijke symboliek heeft. En wat ook heel goed past bij de thema's die de maand november met zich meebrengt. Maar ook het getal 2 waar we nu natuurlijk in zitten.
Nou, ik heb de kaart inmiddels heel erg geschud. En de kaart die er voor jou als vissen uitkomt is de 6 van zwaarden. Ik zal hem ook wat dichterbij houden, dat je hem goed kunt zien. De 6 van zwaarden. En deze kaart ja, die vraagt jou echt in november om een hele bewuste keuze te gaan maken. Misschien heb je het heel druk gehad, heb je in roerige tijden gezeten, is er veel gebeurd. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je in de maand november beseft en je bewust wordt van wat er allemaal is geweest. En dat je een keuze gaat maken om naar rustiger vaarwater toe te varen, als het ware. Het is namelijk heel erg belangrijk dat je weer tot rust komt. En dat je het overzicht weer terugkrijgt. En dat je ook gevoelsmatig weer in balans gaat komen. Maar zolang jij daarin niet duidelijk keuzes gaat maken. Of ja, jezelf of anderen bewust maakt van het feit dat je dat wilt veranderen. Ja, dan verandert er dus niks. Dus het is aan jou heel erg in november. Om dus die bewuste keuze te gaan maken. Om ervoor te zorgen dat je leven weer meer in balans komt. Dat je weer meer tot rust komt. Dit kan ook letterlijk wel eens een verandering of een verhuizing betekenen. Dus dat je letterlijk van plek verwisselt. Dat kan er ook mee te maken hebben dat je van baan verwisselt. Of dat je inderdaad letterlijk naar een ander huis of woonplaats gaat. Ook dan is het belangrijk dat je ernaar streeft dat er zo snel mogelijk weer rust komt. Want anders dan wil jouw chaotische aard nog chaotischer worden. Dus toch streven naar dat rust en naar dat stukje geduld is heel erg belangrijk. Rust en balans bedoel ik daarmee, is heel belangrijk voor jou in november. Maar daar heb je de tijd even voor nodig en de helderheid van geest om daarin dus in november bewuste keuzes in te maken. Nou, daar wens ik je natuurlijk heel veel succes bij. Neem daarvoor ook je tijd en gun jezelf dat ook om daarvoor te gaan deze maand. Vind je deze filmpjes leuk? Nou, dan vind ik het super als je je abonneert op mijn YouTube-kanaal. Mijn Facebook-pagina Het Twaalfde Huis liked. Misschien zie ik je deze maand wel op de Margrietbeurs. Of tijdens een van mijn consult of cursussen in mijn praktijk. En anders zie ik je heel graag terug in een van mijn filmpjes die nog zeker zullen gaan volgen. Bedankt voor het kijken, een fijne maand en graag tot ziens. Doei!